Vandaag zijn er 12 beschikkingen voor bouwsubsidies uitgereikt aan burgers. Het totaalbedrag bedraagt SRD 54.000. Dit gebeurde op het kabinet van vicepresident Ronnie Brunswijk, waarbij ook minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Agnes Pannay aanwezig was. De vicepresident stelde dat de regering Santokki Brunswijk hiermee laat zien dat zij uitvoering geeft aan het sociaal programma van de regering. De mensen die hebben gevraagd voor bouwsubsidie. En je weet dat deze regering een sociale programma heeft. En dat mensen die in nood zitten, mensen die moeten bouwen, dat wil je ook een handje geven. We hebben jong op Tjinsani dat hij even weer bouwt, dan landt hij, kan hij wel want te zijn plaats van ODT. Of je weer bouwt, of zo dan land. Ik die want je zani. Ik denk 54.000 is deze toch? Ja, want 50.000 heb je steun voor kan je bouwen door. Vicepresident Ronnie Brunswijk gaf aan dat de regering zich inzet om de minder draagkrachtigen tegemoet te komen. De personen die in aanmerking zijn gekomen voor de bouwsubsidie hebben hun aanvraag sinds 2023 ingediend. Brunswijk benadrukt dat de beschikkingen zijn uitgereikt aan burgers van Suriname en niet aan een specifieke bevolkingsgroep. Iedereen kan in aanmerking komen voor een bouwsubsidie, mits men aan alle voorwaarden voldoet, zegt de vicepresident. Als je kijkt naar de zaal, dan zie je dat na Brunswijk Tjari aan een bepaalde bevolkingsgroep alleen gaat krijgen. Dat doen wij niet. We lukken aan en we praten aan de heren, we schoonlijks maar. In Heemse, Japanese Bredengas, de Hindustan, alles allemaal. Ja, daarom is het mooi dat hij, als je daar gaat, friends and family, nee, dat doen wij niet hier. We doen dat hij, alles allemaal, zo'n manier dat wij doen. Ja? Brunswijk belooft dat er in de loop van de komende week een andere groep zal worden opgeroepen voor hun beschikking. Aanvragers uit deze groep ontvangen SRD 100.000. Omdat het subsidiebedrag is verhoogd.